Yo, welkom bij deze video. Vandaag laat ik jullie de 6 beste tips zien die jullie direct kunnen toepassen om het afvallen makkelijker voor jezelf te maken. Allereerst zal ik wat tips geven over het voedingsaspect van afvallen, want dit blijft toch echt het allerbelangrijkste. Daarnaast zal ik wat tips geven die jij toe kunt passen in je training. En als laatst zal ik laten zien hoe ik zelf uitgaan en alcohol drinken combineer met afvallen. Want ik weet dat veel van jullie wel van een feestje houden. Dus ik zal jullie laten zien hoe je tegelijkertijd alcohol kunt drinken en naar feestjes kunt gaan en ook nog eens kunt afvallen. Dus als jij hier benieuwd naar bent, blijf dan vooral kijken naar het einde van deze video. Laten we nu beginnen. De eerste tip: begin met kleine veranderingen toe te passen aan je huidige gewoontes. En maak het afvallen voor jezelf zo leuk mogelijk, zodat je het op de lange termijn vol kunt houden. Tegenwoordig vind je echt tal van verschillende diëten, zoals keto, paleo of intermittent fasting. Maar waar het bij al deze diëten op neerkomt, is dat er gewichtsverlies wordt veroorzaakt door een calorietekort, zoals ik ook al eerder heb vernoemd in deze video. Maar het belangrijkste is dat jij de manier vindt waarop het voor jou het makkelijkste en het leukste is om je calorieën te verlagen en dat je deze manier op de lange termijn vol kunt houden. Als je van tevoren al opziet tegen een bepaald dieet, kun je beter een ander dieet gaan zoeken. Want ik denk dat je voor jezelf het dieet moet volgen wat jij het leukste vindt, zodat je het dus langer volhoudt. Verdiep jezelf eens in de opties die er allemaal aanwezig zijn en pas degene toe die jou het meeste aanspreekt en het beste in jouw levensstijl past. Wat ik zelf heb gedaan is door te kijken naar mijn gewoontes, mijn eetgewoontes. Ik keek naar wat ik zelf allemaal at en ik vroeg mezelf af waar zou ik nu dingen kunnen aanpassen zodat ik uiteindelijk in totaal minder calorieën binnenkrijg. Ik begon met langzaamaan wat dingetjes uit mijn eetschema te verwijderen of te vervangen met alternatieven die minder calorieën bevatten. Zo at ik bijvoorbeeld altijd kaas op mijn brood en in kaas zitten best wel veel calorieën. Dus op een gegeven moment heb ik dit vervangen door een plakje kipfilet met komkommer. En qua smaak is dit net zo lekker, maar qua calorieën scheelt het toch zo weer 50 calorieën. Een ander voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld altijd ontbijtkoek meenam naar mijn studie. Totdat ik erachter kwam dat hier best wel veel calorieën in zitten. En dit heb ik toen ingewisseld door crackers en zo heb ik ook weer calorieën kunnen sparen. Weer een ander voorbeeld is dat je volle kwark en volle melk kunt vervangen door halfvolle of door magere kwark en melk. Qua smaak zal dit niet heel veel uitmaken, maar qua calorieën zal het best wel veel kunnen schelen. En als je al die kleine beetjes bij elkaar optelt, kom je aan het einde van de dag toch op een best aanzienlijk getal. Wat zeker bij kan dragen aan het resultaat dat jij haalt. Dus, voordat jij in één keer aan een gek of extreem dieet begint, kun je beter naar je eigen gewoontes kijken en kun je kijken waar je kleine aanpassingen kunt doen, zodat je totaal aantal calorieën naar beneden gaat. Want dit is het allerbelangrijkste tijdens het afvallen en dit is helemaal niet moeilijk uit te voeren. De tweede tip is, eet meer eiwit. Eiwit is een cruciale voedingsstof bij het afvallen. Eiwit hebben namelijk twee hele belangrijke eigenschappen. Allereerst van de drie grote macronutriënten, dat zijn eiwitten, koolhydraten en vetten, geeft eiwit het meest verzadigde gevoel. Dus dat betekent wanneer jij eiwitten eet dat je sneller vol zit. Dat doe ik zelf bijvoorbeeld door als tussendoortje tijdens het afvallen een bak kwark te eten. Na het eten van een bak kwark heb ik altijd een veel voller gevoel dan wanneer ik iets anders zou eten. Bijvoorbeeld een zak chips of zo. En dit kan jou helpen om minder geneigd te zijn om ook nog andere dingetjes te gaan eten. Waardoor je uiteindelijk weer met je calorieën hoger uit zou kunnen komen. Daarnaast zijn eiwitten hele belangrijke bouwstoffen van het lichaam. En dit is vooral belangrijk met afvallen, want als jij in een calorietekort zit, heeft jouw lichaam niet zoveel energie om je spieren te herstellen. En wanneer jij tijdens het afvallen meer eiwitten eet, is jouw lichaam beter in staat om de spieren te herstellen. En zo kun je het verlies van spiermassa tijdens het afvallen tegengaan. Ook kost het je lichaam meer energie om eiwitten te verbranden dan bijvoorbeeld koolhydraten of vetten. Dit heet het thermische effect van voeding. Zo kost het je lichaam bijvoorbeeld tussen de 20% en 30% van de calorieën die in eiwitten zitten om ze alleen al te verbranden. Terwijl dit getal bij de koolhydraten tussen de 5% en 15% ligt en bij vetten tussen de 0% en 5%. Als je meer eiwitten eet, verbrand je lichaam dus ook meer in rust en zul je dus meer calorieën verbranden en meer afvallen. Dus ook al was mijn eerste tip om een dieet te volgen wat voor jou zo leuk mogelijk was en die jij zo makkelijk mogelijk vol kunt houden, geef ik toch de tip om nog best wel veel eiwitten in je dieet toe te voegen. Omdat dit toch echt belangrijk is tijdens het afvallen. En de wetenschap adviseert om tussen de 1,6 en de 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht binnen te krijgen. Dus neem dit mee bij het maken van je voedingsplan. Tip nummer 3. Drink geen of zo weinig mogelijk calorieën. Het binnenkrijgen van calorieën in een vloeibare vorm vind ik zelf best wel zonde van de calorieën die ik binnen mag krijgen. Ook al denk je dat je een gezond fruitsapje drinkt, zitten er vaak nog best wel veel calorieën in een fruitsapje. En
Bij het afvallen telt elke calorie mee bij het totaal, dus ook gezonde fruitsapjes kunnen het resultaat met afvallen beperken. Daarnaast heb je het als je je calorieën drinkt veel minder goed door hoeveel calorieën je binnenkrijgt, omdat vloeistoffen over het algemeen veel minder vullen. Ik ben bijvoorbeeld zelf vorig jaar tijdens het afvallen gestopt met het drinken van frisdrank en fruitsappen. In plaats daarvan ben ik meer zero frisdrank gaan drinken omdat daar geen calorieën in zitten. Echter zit daar wel aspartaam in en in de wetenschap is er veel discussie over de effecten van aspartaam. Maar er zijn genoeg studies die zeggen dat het veilig is. Maar als jij het niet vertrouwt, dan zou ik alsnog niet te veel zero frisdrank gaan drinken. Verder een vloeistof die ik dan zeker aanraad om te drinken is melk. Want ook al zitten hier calorieën in, zitten er ook zeker veel eiwitten in en goede bouwstoffen, zoals bijvoorbeeld calcium. En je zou bijvoorbeeld ook het aantal calorieën in de melk kunnen verminderen door in plaats van volle melk voor de magere melk te gaan. Qua smaak verschilt het niet zoveel, maar het scheelt toch weer in calorieën. Verder zijn zwarte koffie en groene thee echt supermiddelen tijdens het afvallen. Want hier zitten helemaal geen calorieën in en deze onderdrukken het hongergevoel. Ik zelf begin de dag bijvoorbeeld altijd met een kopje koffie. Zodat ik minder trek krijg en ik vind het ook gewoon super lekker om te drinken. Daarnaast is water drinken natuurlijk erg goed. Je lichaam heeft per dag veel water nodig. En je kunt bijvoorbeeld ook nog voor een maaltijd 1 of 2 glazen extra water drinken. Zodat je van tevoren al iets voller zit en je tijdens de maaltijd geneigd bent om minder te gaan eten. Vanwege dit vollere gevoel. Dus drink tijdens het afvallen genoeg water. En als laatste komen we natuurlijk uit bij alcohol. Want alcohol is ook een vloeistof en bevat best wel veel calorieën. Verderop in deze video laat ik aan jullie precies zien hoe je tegelijkertijd alcohol kunt drinken en aan de andere kant de schade kunt beperken tijdens het afvallen. Nummer 4. Hou je calorieën bij. Ik heb dit al vaker benoemd in vorige video's, maar ik benoem het nu toch nog even kort, want dit is toch echt super belangrijk. Studie uit 2019 heeft laten zien dat mensen die vaker inlogden in een voedingsapp, waarbij ze hun calorieën bij kunnen houden, over het algemeen meer gewicht verliezen dan mensen die minder inloggen in de app. Daarnaast zijn er verschillende studies die hebben aangetoond dat een van de grootste oorzaken van het tegenvallend resultaat bij het afvallen is dat mensen hun calorieën onderschatten. Dus daarom raad ik het echt aan om een app te gebruiken waar je je voeding kunt bijhouden. Zoals bijvoorbeeld MyFitnessPal. Want hoe nauwkeuriger jij je voeding bijhoudt, hoe groter de kans dat jij je resultaat gaat halen. En mocht jij geen zin hebben om je hele leven alles wat je eet in te vullen in een app, dan kun je het ook gewoon voor een periode van 1 of 2 weken doen. Want dan zul je al best veel leren over je eigen voedingsgewoontes. En dan kom je er ook achter hoeveel calorieën er ongeveer in best wel veel voedingsstoffen zitten. Dus daar kan je best wel veel van leren en je hoeft niet de rest van je leven eraan vast te zitten. Nu hebben we de belangrijkste voedingstips al gehad, dus ik zal nu even overgaan naar het trainingsaspect. Nummer 5. Richt je op progressive overload en voeding. En voorkom overmatig veel cardio. Wat veel mensen denken tijdens het afvallen is dat ze in één keer superveel moeten gaan bewegen. En ja, het klopt dat je door meer te gaan bewegen meer calorieën verbrandt en dus meer afvalt. Alleen er zit ook een andere kant aan het verhaal. Ten eerste kost cardio afhankelijk van wat je doet best wel veel tijd. Om bijvoorbeeld 250 calorieën te verbranden, wat net zoveel is als een Snicker, moet je al 2,5 kilometer hardlopen. En als jij lage intensiteit cardio doet, ben je best wel lang bezig om een bepaald aantal calorieën te verbranden. Daarnaast, tijdens het afvallen, doordat jouw lichaam in een calorie tekort zit, heeft je lichaam minder energie beschikbaar om je spieren te herstellen. Door ook nog eens cardio te gaan doen, versnel je het afbreken van spieren en zou het best kunnen dat je nog eens extra spiermassa verliest tijdens het afvallen. Daarnaast krijg je van cardio ook meer honger, waardoor je weer geneigd bent om meer te gaan eten. En als jij hieraan toegeeft, dan krijg je toch weer meer calorieën binnen. En dan ben je dus eigenlijk voor niks cardio aan het doen. Wat je wel moet doen qua training is het volgende. Richt je op krachttraining en op het behouden van kracht. Probeer progressive overload toe te passen. Dat is dat je je lichaam meer laat doen dan de week ervoor. Als jij nu bijvoorbeeld 3x10 doet met 40 kilo, probeer dan volgende week 3x10 met 45 kilo te doen. Of bijvoorbeeld 3x11 met 40 kilo. Dus dat je lichaam steeds maar weer sterker probeert te worden. Want daardoor zal het proberen om zoveel mogelijk spiermassa vast te houden. En zul je tijdens het afvallen zo weinig mogelijk spiermassa verliezen. En hoe meer spiermassa jij behoudt, hoe meer calorieën je in je rust verbrandt. Want het is nou helemaal zo dat hoe meer spiermassa je hebt, hoe meer je verbrandt. En hoe makkelijker jij dus afvalt. Dus probeer echt tijdens het afvallen zoveel mogelijk spiermassa te behouden. Want dit heeft heel veel voordelen. En daarnaast kun je natuurlijk wel iets doen om toch iets meer te bewegen en meer calorieën te verbranden. En dan zou ik het aanraden om, als jij bijvoorbeeld in de buurt van de supermarkt woont en je gaat altijd met de auto,
pak gewoon een keer de fiets of ga een stukje lopen. Want hoe hoger jouw dagelijkse activiteit, hoe meer je verbrandt en hoe sneller je afvalt. Maar ga dus niet te intensief cardio doen, want dan ga je het proces waarbij je spieren afbreekt versnellen. En dit wil je zeker voorkomen tijdens het afvallen. Nummer 6. Alcohol en uitgaan combineren met afvallen. Hoe moet je dit nou doen? En eigenlijk is het beste om tijdens het afvallen zo weinig mogelijk alcohol te drinken. Alleen ik weet dat veel van jullie van feestjes houden en graag alcohol drinken. En stoppen met alcohol waarschijnlijk geen optie is. Ik hou zelf ook wel erg van uitgaan en alcohol hoort daar voor mij ook bij. Dus vorige voorjaar / zomer toen ik ging afvallen ben ik niet gestopt met alcohol drinken. Ik ging zelf vorig jaar afvallen en ik ben zeker geen alcoholist of zo. Maar in die periode ging ik elke week wel een keertje uit. En daar dronk ik ook af en toe wel wat alcohol. Dus ik zal jullie nu laten zien hoe ik dit zelf heb toegepast. Allereerst hou ik al mijn calorieën bij in de voedingsapp MyFitnessPal. En als ik van tevoren al wist dat ik 's avonds uit zou gaan, dan maak ik een schatting van hoeveel ik ongeveer zou drinken. Dit vul ik dan in de app. En dan kan je precies zien hoeveel calorieën jij aan alcohol binnenkrijgt. Het is natuurlijk een schatting, maar ik zat vaak best redelijk in de buurt. En overdag probeerde ik dan gewoon wat minder calorieën binnen te krijgen. Je moet jezelf ook niet helemaal gaan uitsterven, want als jij zonder bodem alcohol gaat drinken, dan gaat het natuurlijk fout. Maar als jij dus een schatting maakt dat jij 's avonds 800 calorieën aan alcohol gaat drinken, dan kun je overdag gewoon even wat minder eten, zodat je totaal toch nog in de buurt komt van je doel. Want uiteindelijk gaat het om het totaal aantal calorieën. Een belangrijke tip is wel dat je overdag probeert om zoveel mogelijk eiwitten binnen te krijgen. Want als jij veel alcohol gaat drinken, dit zijn eigenlijk slechte calorieën waar je lichaam niks mee kan. Dus om spierverlies tegen te gaan, moet je overdag dus proberen om zoveel mogelijk eiwitten binnen te krijgen. Daarnaast, als jij denkt dat het je niet gaat lukken om die extra alcohol die je gaat drinken te compenseren door overdag minder te eten, dan kun je meer gaan bewegen die dag. Soms als ik wist dat ik 's avonds een feestje had en dat ik het dus niet ging redden om mijn calorieën op mijn doel te krijgen, dan ging ik 's ochtends gewoon een rondje hardlopen in de buurt. En ik weet dat ik heb gezegd dat je niet te veel cardio moet doen, maar in dit geval kan het prima om gewoon één keer per week gewoon even een rondje te gaan hardlopen. Want zo kan je toch weer die extra paar honderd calorieën verbranden, waardoor je toch 's avonds net even wat meer drankjes kunt drinken. Dus het is gewoon slim omgaan met je calorieën. En als jij weet dat je ergens anders meer calorieën binnenkrijgt, dan moet je ze op een andere plek wegnemen, zodat alles uiteindelijk in balans is en jij toch nog op weg bent naar je doel. Wat je ook kunt doen is door te kijken naar hoeveel calorieën er in alcohol zitten en te kijken door welke drankjes veel en welke drankjes weinig calorieën bevatten. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat er in bier best wel veel calorieën zitten en in sterke drank zitten minder calorieën. Je gaat natuurlijk niet alleen maar pure sterke drank drinken. Dus daarom heb ik dit gemixt met zero frisdrank, want daar zitten geen calorieën in. En dan kun je alsnog genieten van een lekker drankje terwijl je probeert om zo weinig mogelijk calorieën binnen te krijgen. Ja, wat voor veel mensen nog verleidelijk is, is om als ze toch helemaal wat drankjes op hebben, om dan toch nog die vette snack te halen na het uitgaan. En dan geef ik toch de tip om probeer het niet te doen. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn, maar ik heb mezelf getraind om dan nee te zeggen en het niet te halen. En ik ben er steeds beter in geworden, dus uiteindelijk wordt het voor jou ook makkelijker en het zal je zeker helpen met het afvallen. En nummer 7, de laatste tip, en die gaat ook een beetje door op het vorige punt. Dat is blijf consistent en raak niet gedemotiveerd als jij een dag over je caloriedoel zit. Als jij een dag te veel eet of ja, als jij bijvoorbeeld bent uit geweest en je hebt toch wel die snack gehaald, ga dan niet jezelf helemaal uitsterven van de honger die dag erna. Dan kom je in het yo-yo effect terecht. Of het alles of niets principe. Dan zeggen mensen bijvoorbeeld, ja, ik heb het nu toch verkloot. Dus ik geef het gewoon helemaal op. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat ik dan dacht, ja, weet je, boeien. Boeien, Ruud, boeien. Ik zit al over mijn calorieën heen. Ik ga nu gewoon alles eten wat ik wil. Nou ja, dat gebeurt, dat hoort erbij. Maar ga de volgende dag gewoon weer verder. Ga jezelf niet uitsterven, maar pak de draad weer op waar je gebleven was. En als jij op de lange termijn zorgt dat je gedisciplineerd en consistent werkt, weet ik zeker dat het jou ook gaat lukken om af te vallen. Vond je dit een leuke video? Ram die like-knop even door midden. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan, want daar staan nog veel meer leuke video's. Volg mij even op Instagram voor exclusieve content. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.